Goedenavond, dames en heren. De volgende onderwerp. Michiel de Ruiter over de jazzmuzikus Hans Dulfer. De rubriek Rechtzetten, vanavond over brandverzekeringen. Een filmreportage over de fotograaf Stapels. En tenslotte Joop van Os in zijn rubriek Den Haag Vandaag. Hans Dulfer en Ritmo Natural is de naam van een ensemble wat al enige tijd bestaat. Binnenkort zal er van deze groep een langspeelplaat uitkomen. Scala was aanwezig bij de opname en sprak met Michiel de Ruiter. Als je mij vraagt wat ik van deze groep vind, dan zeg ik dus gewoon, de enige manier waarop je iets kan beoordelen is gewoon gevoelsmatig. En dan is de enige manier waarop je, naar mijn gevoel trouwens, wat dan ook kan beoordelen. Maar goed, dan zeg ik gewoon, het is erg fijne, zeer jovele muziek. Maar ik geloof dat je ook gewoon iets over de betekenis van die muziek kunt zeggen. Dat er echt iets heel bijzonders aan de hand is, want jazzmensen en Hans Dulfer, leider van deze groep, die dus die plaat maakt, is een jazzmuzikus. Jazzmensen hebben in de loop der jaren, vele tientallen jaren, altijd geprobeerd integraties uit te buiten. Van allerlei soorten muziek gebruik te maken. Jazz op zichzelf heeft dat eigenlijk al in zich zitten. Maar dat is gewoon altijd verder gegaan. Men heeft inderdaad, wat hier dan het meest voor de hand ligt, vaak geprobeerd, laten we zeggen, Afro-Cubaanse muziek te integreren met jazz. En dat is heel vaak gedaan en het is volgens mij, naar mijn gevoel, eigenlijk nooit werkelijk geïntegreerd. Een van de meest frappante voorbeelden is Machito geweest in het begin van de jaren 50, die met Amerikaanse jazzsolisten dingen deed. Het bleven, ondanks dat die mensen dus samenspeelden, altijd twee werelden. En dat je dat dus bij elkaar krijgt tot een inderdaad zeer geïntegreerde muziek die een volkomen eenheid vormt. En dat is het namelijk, voor mijn gevoel. Dat maakt het ontzettend bijzondere van deze muziek, het ontzettend bijzondere wat Hans Dulfer met deze groep gedaan heeft. En het is grappige dat eigenlijk, want hij speelt al een hele tijd met soortgelijke formaties, het grappige is dat eigenlijk helemaal niet genoemd is toen hij die Wessel Ilke prijs 1969 genoemd heeft. En ik vind dat namelijk een erg belangrijk facet van zijn hele muziekwereld. Bij de